Welkom bij deze presentatie over de EU-COGAR-studie. Dit is een Europese studie naar geriatrische revalidatie bij post-COVID-19-patiënten. Mijn naam is Mirjam Haaksma, ik ben de studiecoördinator van de EU-COGAR-studie in Nederland. En in deze presentatie ga ik jullie vertellen waarom we onderzoek doen naar geriatrische revalidatie na COVID-19, wat ons onderzoek precies inhoudt en hoe dit precies in zijn werk gaat. Dit is ons onderzoeksteam. Het bestaat onder andere uit mijn collega's Wilco Achterberg, Monique Kaljouw en Lisa van Tol. Deze studie is een Europees initiatief van de Special Interest Group voor Geriatrische Revalidatie van de European Geriatric Medical Society, EUGMS. En zodoende werken wij nauw samen met onze collega's in het buitenland. Een stukje achtergrond. De meerderheid van de patiënten met COVID-19 die worden opgenomen in het ziekenhuis zijn 70+. Sommige van hen hebben op de intensive care aan de beademing gelegen. Dit betekent vaak dat ze meerdere weken in het ziekenhuis hebben doorgebracht met alle gevolgen van dien. We zien vaak fysieke problemen, zoals longklachten en sarcopenie, maar ook mentale problemen, zoals cognitieve achteruitgang en posttraumatisch stresssyndroom of post-intensive care syndroom. Door de vele weken in isolatie. Het is bekend dat wanneer kwetsbare ouderen een infectie krijgen, dit kan leiden tot verminderd ADL-functioneren. Het ligt dus voor de hand dat patiënten die een infectie met het SARS-CoV-2-virus hebben doorgemaakt, ook beperkingen hebben in hun ADL-functioneren en hierdoor een deel van hun zelfstandigheid verliezen. Een van de doelen van geriatrische revalidatie is om ouderen te helpen om weer zelfstandig te worden, of om in ieder geval de benodigde hulp te minimaliseren, met speciale nadruk op ADL functioneren. Los van het feit dat COVID-infectie en de geassocieerde ziekenhuisopname kunnen leiden tot functionele beperkingen, moeten we er ook rekening mee houden dat onze oudere patiënten veelal kwetsbaar zijn. Ze hebben comorbiditeit, zoals diabetes en hoge bloeddruk, en een hoog risico op complicaties, zoals bijvoorbeeld de nier. Dit leidt ook tot allerlei functionele beperkingen. En naar schatting hebben 30-50% van de patiënten daarom postacute zorg nodig. Maar er is veel dat we nog niet weten. Wat zijn nou precies de eigenschappen van deze patiënten? Wat voor revalidatiebehandeling krijgen zij? En hoe verloopt hun herstel? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij samen met onze collega's van de EUGMS Special Interest Group de EU-COGAR-studie opgezet. De onderzoeksvragen van de EU-COGAR-studie zijn ten eerste: hoe verloopt het herstel van post-COVID-19 cliënten in geriatrische revalidatie? En ten tweede, hoe ziet het revalidatietraject voor post-COVID-19 patiënten er eigenlijk uit? De EU-COGAR-studie is een observationele multicenter-studie waarin gebruik wordt gemaakt van reguliere zorggegevens. Dit betekent dat er geen extra vragenlijsten nodig zijn voor onze studie. We maken gebruik van gegevens die standaard worden verzameld in de zorg bij opname, ontslag en 6 weken en 6 maanden na ontslag. We verzamelen geen identificerende gegevens en veranderen niets aan de reguliere zorg. Zodoende is onze studie niet WMO-plichtig en ethisch goedgekeurd in het LUMC. Wie doen er allemaal mee aan de studie, vraagt u zich misschien af? Nou, in de eerste instantie zijn we natuurlijk begonnen met werven binnen ons eigen netwerk in Zuid-Holland en binnen onze zusternetwerken, de SANO-partners, in andere provincies. Bijvoorbeeld Brabant, Limburg, Gelderland, Noord-Holland en Groningen. Zoals gezegd is de EU-COGAR-studie een Europese studie, dus daarom zijn we ook bezig met werving in andere landen. Tot nu toe zijn er al collega's in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Zwitserland en België die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in studiedeelname. Nou, wie mogen er dan allemaal meedoen, is de volgende vraag. Een cliënt kan worden geïncludeerd in de EU-COGAR-studie als hij of zij een SARS-CoV-2-infectie heeft doorgemaakt, welke is bevestigd door een PCR-test of serologie. En de cliënt moet geriatrische revalidatiezorg ontvangen in een instelling of in de thuiszetting. Exclusiecriteria zijn ernstige cognitieve beperkingen of bezwaar tegen het gebruik van gegevens voor onderzoek.
De uitkomstmaten. Erg belangrijk. Onze primaire uitkomstmaat is het verschil in ADL-functioneren voor en na de geriatrische revalidatie. Daarnaast kijken we ook naar opnameduur, ontslagbestemming, heropname in het ziekenhuis en mortaliteit. Voor de tweede onderzoeksvraag, gericht op de inhoud van de GRZ, vragen we naar de therapieën die een patiënt heeft gehad en welke professionals daarbij betrokken zijn geweest. Om een goed beeld te krijgen van de populatie vragen we ook naar kwaliteit van leven, voedingsstatus, pijn, mobiliteit, spierkracht, moeheid, dyspneu, stemming, cognitie en PTSS. Zowel bij opname als bij ontslag. We weten dat niet al deze items overal standaard worden gemeten, dus invullen van deze items is optioneel. Dan nog belangrijk om te noemen is dat er grote heterogeniteit is in de gebruikte meetinstrumenten. Niet alleen tussen landen, maar ook binnen landen. Zoals deze tabel hier aangeeft, wordt bijvoorbeeld ADL-functioneren in Nederland soms gemeten met de user en soms met de Bartel-index, afhankelijk van de instelling. In Duitsland gebruiken ze ook de Bartel-index, net als in het Verenigd Koninkrijk en in Rusland. Maar in Zwitserland gebruiken ze bijvoorbeeld de FIM. Hetzelfde geldt voor voedingsstatus. Bijvoorbeeld ondervoeding kan gemeten worden met de SNAC 65, de NRS, de Mini Nutritional Assessment of de MUST. Dit leidt ertoe dat we een proces van data-homogenisatie moeten ondergaan. Voor de ADL hebben we besloten dat we de user en de FIM-scores gaan converteren naar de Bartel-index. Voor andere uitkomstmaten hebben we besloten dat ieder gebruik maakt van door ons opgestelde afkapwaardes per instrument. Hiermee willen we voorkomen dat we straks appels met peren vergelijken. Nou, hoe gaat de dataverzameling dan in zijn werk? Per land werken we met een landelijke studiecoördinator en daarnaast per instelling met lokale studiecoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de data-invoer. Data-invoer gaat via ons online systeem genaamd Castor. Castor is een cloud-based data capturing platform, wat een fancy woord is voor een website waar je data in kan invoeren. Deze site is speciaal ontwikkeld voor dataverzameling in medisch-wetenschappelijk onderzoek en wordt veel gebruikt. Ons doel is om meer dan 52 cliënten per land te includeren. Dit betekent dat de aantallen per instelling niet heel groot hoeven te zijn. De tijdsinvestering voor een instelling om mee te doen aan onze studie is dus relatief klein. We verwachten dat de data-invoer in Castor ongeveer 10 minuten per cliënt zal kosten. De eerste centra die meedoen zijn in oktober begonnen met de dataverzameling en we zijn momenteel nog aan het includeren. Dus, werkt u bij een geriatrische revalidatieinstelling en wilt u deelnemen of meer informatie ontvangen over onze studie? Stuur ons dan een e-mail via eu-koger@lumc.nl. Heel erg bedankt voor uw aandacht en nog een fijne dag gewenst.